Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor maandag 29 januari 2024. We gaan weer kijken wat we mogen verwachten, wat de energie morgen zal zijn. En ik ben begonnen met het voorschudden van de kaarten van het elfenorakel. En onder op het dek hebben we de kaart inzicht. Niet alles is wat het lijkt. Blijf trouw aan je eigen kennis en hou je dromen voor jezelf. Is de eerste boodschap voor maandag. Universum, engelen. Unicorns. Dit is het unicorn deck. Wat mogen wij nog meer ontvangen? Voor aankomende maandag 29 januari 2024. Wat mogen wij meenemen? Ja, dank u wel. Mildheid. En ik krijg meteen door mildheid voor jezelf. We hadden ook voor de weekreading inderdaad het omarmen van je innerlijke kind. Het omarmen van je eigen uniek zijn. En ik zag net ook naar voren komen. De mogelijkheden zijn limietloos. Vertrouw op jezelf. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Doe je zachtheid eer aan. En spreek woorden van liefde. Een hele mooie boodschap. Lief zijn voor jezelf, maar ook voor anderen. En we hebben de kaart medeleven. Ook weer een hele mooie afbeelding. Wees mild voor jezelf, nogmaals. Vergiffenis maakt je vrij. Zie het licht in jezelf en in anderen. En ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met iets nieuws. En iets nieuws kan voor iedereen anders zijn. Het kan een nieuwe baan zijn. Het kan een andere richting in je leven zijn. Iets wat vernieuwt. Ik zag namelijk het oordeel, wat ook te maken heeft met compassie voor jezelf, voor anderen, loslaten van bepaalde situaties die je mee hebt gedragen uit het verleden. Ik zag de gewonde strijder, dus je bent gewond geraakt op je pad met die gewonde strijder. En er kunnen nog steeds dingen zijn die je op dit moment inderdaad blokkeren om vol enthousiasme en vol positieve energie aan iets nieuws te starten. Ben mild voor jezelf, is de boodschap. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Nog één kaart. Nog één kaart van maandag 29 januari 2024. Maandag 29 januari 2024. Wat is de boodschap? Ja. We hebben welstand. En dit is de eerste keer dat deze kaart naar voren komt. Terwijl ik dit deck gebruik. Er is een geldgeschenk op komst. Je inkomsten zullen stijgen. En beheer je financiën met liefde. Wauw. Onder op het deck hebben we de kaart onschuld. Maak ook tijd om te spelen. Koester je innerlijke kind. Bekijk het leven met de verbazing van een kind. Heel erg mooie boodschappen. Ik leg ze hier neer. En ik ga de engelen antwoordenkaarten voor jullie schudden. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En dat kun je voor jezelf hardop opzeggen. Je kunt het ook in je gedachtes herhalen. Onderop het dek naar het voorschudden ligt de kaart. Kies een nieuwe richting. Kies een nieuwe richting. Engelen, wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? En mocht je geen vraag hebben, is dat ook helemaal niet erg. Dan gaan we gewoon kijken, wat is de boodschap van de engelen voor maandag 29 januari? Engelen, wat is het antwoord op de vraag die men zich nu stelt? Of wat is de boodschap voor maandag 29 januari 2024. Wat is het antwoord op de vraag? Wat is de boodschap? Succes! Ja, en ik zag die aas van pentakels voorbij komen. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe start. Iets wat stabiliteit gaat bieden voor de lange termijn. Succes! Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen? Er kan berichtgeving binnenkomen over een nieuwe start, een nieuw begin. Een kans die je geboden wordt. Ja, en heel belangrijk ook, luister naar je intuïtie. De hoogpriesteres kwam naar voren.
Ook het oordeel spreekt van je weet in je hart wat je te doen staat. Luister naar je, ja, naar je innerlijk, luister naar je intuïtie. Vertrouw op je intuïtie. Voor sommigen van jullie vertrouw je niet op je eigen intuïtie. Onder op het dek hebben we het antwoord ja. Maar ja, zonder uitroepteken. Dus er kan een maar achterkomen die ja, dat positieve antwoord afmaakt. Het is aan jou, ligt hieronder. Kijk, het is aan jou. Of het een ja wordt met een uitroepteken. Tweemaal ja en het is aan jou. Een hele mooie boodschap. En het kan te maken hebben met iets nieuws waar je aan begint. Maar waar je dan wel ook inderdaad met positieve vibes eigenlijk in moet gaan. Positief denken, zelfvertrouwen hebben. Een soort van vastberadenheid, vastbeslotenheid. En lief zijn voor jezelf. En hier hebben we nog een kaart. Een ridder van kelken, schorpioen, kreeft, vissenenergie. En dit is, ja, inderdaad dingen doen die je leuk vindt. Dit kan je eigen energie zijn. Dit kan ook iemand zijn die onderweg is. Op liefdesgebied kan het te maken hebben met een verliefdheid, plotselinge verliefdheid. Maar het kan ook te maken hebben met een bepaald gebrek aan balans in een relatie. Dus je kunt te maken hebben met een waterteken. Je kunt zelf een waterteken zijn of ergens een plaatsing hebben. Maar dit is achter datgene aangaan, ja, waar je hart ligt. Dingen waar je hart sneller van gaat kloppen. En ook jezelf kwetsbaar durven opstellen. Jezelf durven zijn. Dit is iemand die zijn emoties uit met die ridder van kelken. Universum, wat is de boodschap voor maandag 29 januari 2024? Wat is de belangrijkste boodschap of boodschappen? Inzichten die we mogen ontvangen. Wat is de energie voor maandag 29 januari? Maandag 29 januari, universum. Nog één kaart? Ja, dank u wel. Wauw, en we beginnen met het Rad van Fortuin. Dus er is beweging, er komt verandering. En het kan ook op financieel gebied zijn. Een frisse nieuwe start. En dat was wat ik ook zag met die Aas van Pentakels. Een einde aan vertragingen. Ook een einde aan een periode waarin je heel veel uitdagingen op je pad bent tegengekomen. Plotselinge of onverwachte vooruitgang. Een hele positieve verandering in je leven. En voor sommigen van jullie kan het ook te maken hebben maandag iets met dat er iets is, een situatie met de auto. Het kan ook zijn dat je een nieuwe auto zult krijgen of gaat kopen. En als je een nieuwe baan hebt, kan het over de auto van de zaak gaan. Maar er is ook iets voor sommigen van jullie, en dat hoeft niet iedereen te zijn, een kleine groep waar iets met een auto is of reizen. We hebben een koning van pentakels. Iemand die succesvol is, iemand die in balans is, heel down to earth, met beide benen op de grond staat. Dit kan ook iemand zijn in je omgeving. Dit kan degene zijn die je die kans aanbiedt. Die aas van pentakels die ik zag. Dit is iemand die al in een bepaalde positie zit. Iemand die bepaalde dingen bereikt heeft. Heel een charismatische persoonlijkheid. En dit is een tijd van groot succes. Financiële zekerheid, voorspoed. Ja, alles ontwikkelt zich op een goede, mooie manier met die koning van pentakels en het Rad van Fortuin. Rad van Fortuin is gekoppeld aan stier, leeuw, waterman, schorpioen. En de koning van pentakels is stier, maar steenbok energie. En dit kan ook een hele goede persoon zijn om voor te werken, die koning van pentakels. Het kan ook iemand zijn die jou coacht op de een of andere manier, een goed advies geeft. Maar we hebben ook de kelke 8 en dat is weglopen van een situatie. Het is tijd om verder te gaan. Je zoekt meer van het leven dan ja, wat je op dit moment ervaart. En die stap zetten, dat kan heel moeilijk zijn. Er kan onzekerheid zijn. Maar dit is echt iets wat je moet gaan doen. Of een kans die je geboden wordt. En een kans die je zult moeten nemen, maar waar er nog wat innerlijk conflict bij is. Veranderingen, prioriteiten. Maar ervoor kiezen om grote veranderingen aan te brengen. Grote stappen te nemen.
Kijk, we hebben de kelken 3. Een kaart van je gelukkig voelen, blij zijn, harmonie. Iets te vieren, goed nieuws kan er binnenkomen. Er kunnen aankondigingen gedaan worden. Wat een reden geeft om iets te vieren. Dus ja, goed nieuws. En het heeft te maken met een nieuwe start. Voor sommigen van jullie krijg je nieuws over een geboorte. Een zwangerschap. Het behalen van een diploma. Het kunnen kopen of het krijgen van een hypotheek voor een huis. Ja, zoals ik zei, de aankoop van een auto bijvoorbeeld. Want dit heeft echt te maken met grote aankopen, grote nieuwe kansen, grote veranderingen. Echt iets wat ja, voor de lange termijn is, wat stabiliteit gaat bieden. Ook op financieel gebied, grote geldbedragen. Maar er is wat onzekerheid, wat onrust bij. Kijk, we hebben die maan nog met al die onderdrukte emoties. Angsten, onzekerheden. Het niet weten waar iets toe gaat leiden, wat onzekerheid brengt. En ja, het afsluiten van een bepaalde periode. En die veranderingen omarmen. Want daar wordt je iets heel moois geboden. Er komt iets heel moois op je pad. En dit is iets waar je eigenlijk op hebt gewacht. En het is nu tijd om plannen te gaan maken. Met de staven 3, een kaart van plannen maken voor de lange termijn. Iemand die kijkt naar de toekomst. En we hebben een koningin van pentakels, stiermaag, steenbok. Iemand die ja, volwassen keuzes maakt, praktische stappen zet. Nog meer stierenergie met de hoge priester en de geliefde kaart. Universum. En met die ridder van kelken die we net zagen. Het kan zijn dat je maandag op een soort van bijeenkomst iemand tegen gaat komen of je bent op een bepaalde viering met familie en vrienden en het kan zijn dat je daar iemand tegen gaat komen, dat er plotseling veranderingen gaan plaatsvinden. Een plotselinge verliefdheid kan het zijn, maar het heeft voor velen ook te maken met verandering op ander gebied. En als het inderdaad liefde is, dan heel sterk die stierenergie die naar voren komt, tweeling. Leeuw, waterman, schorpioen. Universum. Wat mogen we ontvangen voor de kelken 3? Wat mogen we ontvangen voor de kelken 3? Wat mogen wij ontvangen voor de kelken 3? De staven 2. En dit is iemand die plannen maakt, iemand die op een kruispunt staat in zijn leven. Iemand die de wereld in zijn hand heeft. Zoals ik zei, je mogelijkheden zijn limietloos. En we hebben hier de kelken 3, nogmaals. En we hebben de gehangene. En dit is ook een kaart, de gehangene, van wat moet ik opofferen om een bepaald doel te bereiken. Maar dit is ook de dingen op een andere manier gaan zien. En ik heb het gevoel dat dat de boodschap is inderdaad. Ga de dingen op een andere manier zien. In plaats van het te bekijken vanuit angst, onzekerheid. Heb ik ook het gevoel dat jullie het op een andere manier gaan zien met die gehangene. Want er zit een licht al rondom het hoofd van de gehangene. En dat betekent er komt een bepaald inzicht. Je gaat de dingen heel anders zien. Kijk, en weer die aas van pentakels onder op het dek. Na een periode van wachten is het nu tijd om actie te ondernemen. Maar er gaat ook beweging komen met het Rad van Fortuin, universum. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Je bent misschien aan het wachten op dit moment op nieuws, ergens over. En dat komt maandag binnen. Ja, aas van zwaarden. Communicatie die helderheid brengt. Keuzes die er gemaakt zijn. Assertief zijn. Tijd om actie te ondernemen. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Het heeft te maken met iets ja, wat je echt heel graag
doet. Of iemand die je heel graag mag. Iemand met wie je een soort van soulmate band hebt. Dus het kan te maken hebben met vriendschappen, met liefde, familieleden. We hebben een koning van zwaarden. Dit is iemand die beslissingen kan maken. Dit kan iemand zijn die niet emotioneel betrokken is bij jouw situatie. Want dit is ook iemand die emotioneel niet beschikbaar kan zijn. Dus er komt communicatie binnen over een beslissing die er genomen is. En dit gaat helderheid brengen en blijdschap. Een reden om iets te vieren. Ja. Een ridder van zwaarden onder op het dek. Dus heel snel. Een hele snelle energie. Je had misschien niet verwacht om zo snel plotseling al een bepaalde uitkomst te hebben. Of berichtgeving ergens over te krijgen. Waarom ligt hier de koning van pentakels? De koning van pentakels. Voor sommigen van jullie komt er berichtgeving over vanuit een advocaat. Waarom ligt hier de koning van pentakels? De staven 4. Ook weer een kaart van succes, harmonie, geluk. Maar ook die kaart van speelsheid. Die balans tussen werk en privé, leuke dingen doen. En ook met de kelken 3. Voor sommigen van jullie betekent het letterlijk dat je maandag, en ja, het kan wat eerder, het kan wat later zijn, inderdaad echt letterlijk het glas gaat heffen of naar een feestje gaat. Naar een of andere sociale bijeenkomst waarbij je samenkomt met andere mensen. Iets om te vieren. Een soort receptie. Het kan ook een bruiloft zijn of een verloving met deze staven 4. Want die staven 4 staat ook voor relaties naar een volgend level tillen. Maar het heeft te maken met blijdschap, harmonie. Iets te vieren met die kelken 3, 2 keer. Koning van pentakels universum. En het kan zijn dat je daarvoor onderweg zult zijn. Of zult moeten reizen. We hebben leeuwenergie met de krachtkaart. En dit is ook weer een kaart van... Kijk, het infinity symbool staat boven de dame. Dus ja, en we zitten in een 8 jaar. En de krachtkaart is de 8. Leeuwenergie, de maand augustus, nummer 8. 2024 opgeteld is 8, dus je mogelijkheden zijn limietloos. Je bent sterker als dat je zelf denkt, heb vertrouwen. Maar dit is ook echt een kaart van compassie hebben met jezelf en met anderen. Een kaart van vriendelijkheid, vergeving. Voor sommigen van jullie komt er nieuws over een nieuwe start. En dit is iets waar je echt... langere tijd aan hebt gewerkt of hebt geprobeerd te manifesteren. En iets waar nu, ja, wat nu plotseling heel snel vooruit zal gaan. Waarom ligt hier de kelken 8? De zwaarde 7. Ja, de zwaarde 7. Dit kan een kaart zijn van diefstal, een kaart van stiekem energie. Ja, iemand die sneaky is, bedrog, verraad, kan het mee te maken hebben. Maar het heeft ook te maken met het bedenken van een bepaalde structuur, strategie. Hoe kun je het voor jezelf makkelijker maken met die zwaarde 7? Hoe kun je je onttrekken? Hoe kun je situaties achterlaten die je het gevoel hebben gegeven vast te zitten, niet verder te komen met die gehangenen? Situaties waarvan je weet dat ze eigenlijk niet goed voor je zijn. Het kan zijn voor sommigen van jullie dat je letterlijk te maken hebt gehad met oneerlijkheid, bedrog. Je klaar bent om die situatie te verlaten. Weet dat het nu tijd is om veranderingen te brengen. Maar ook een kaart van eerlijk zijn naar jezelf. En het hoeft niet zo te zijn dat andere mensen in je omgeving altijd eerlijk zijn. Maar ben eerlijk naar jezelf. En dan zie ik je dus inderdaad iets... achterlaten. Een situatie die je, waarover je in je hoofd hebt gezeten. Een situatie die je veel druk op je heeft gelegd. Dit kun je achterlaten door die nieuwe kans die je geboden wordt. En het is echt, het heeft te maken met je succes. Kies een nieuwe richting. Want waar je op dit moment jezelf bevindt, in welke situatie dan ook, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dit is niet
iets waar je langer mee door wil blijven gaan. Het is iets wat stagnatie brengt, geen groei. Waarom ligt hier de kelk een 8? Ja, nog een kaart van een situatie. Kristalhelder zien. Balans brengen. Situaties van gelijkwaardigheid. Maar we hebben hier ook weer het gerecht. En zoals ik zei, voor sommigen van jullie heeft het te maken met het gerecht. In de weekboodschap kwam ook involvement with the law naar voren. Dus dit kan te maken hebben met letterlijk diefstal. Waarvoor je te maken hebt met wetgeving of in ieder geval oneerlijke situaties. Situaties waarin je oneerlijk bent behandeld. En daar komt dan nu, als jij degene bent die vanuit integriteit heeft gehandeld, dan zal die uitkomst positief zijn. Zeker met het Rad van Fortuin. Dat is een positieve verandering. Dus positief nieuws, iets om te vieren wat er binnenkomt. En iets waardoor je uit je hoofd komt. De zwaarde 7 is ook het allemaal niet meer weten. Onzekerheid, onrust, het brengt iets met zich mee. En daar komt nu een soort van karma ook met die gerechtigheid kaart. Je kunt iets achterlaten. Je kunt verder. Ik zag net de zegenwagen. Dat is iemand die vol goede moed, vol zelfvertrouwen iets achterlaat. De eerste stap durft te zetten en balans voor zichzelf creëert. Kijk, een keuze die er gemaakt wordt. De geliefde kaart. En dit kan een keuze zijn uit 2. Dit kan ook te maken hebben met een hele sterke band. Soulmate energie weer. Twin flame energie. Het kan een relatie zijn. Waar je nog emotioneel aan bent blijven vasthouden met die kelken. Want het is allemaal emoties. De maan die ik zag. Die steeds maar weer onder op het dek tevoorschijn komt. Ja, hier is die. De maan. De doodkaart zie ik, dus we hebben sterk vissenenergie, schorpioenenergie. Ja, er komt hele snelle communicatie binnen wat verandering brengt. En dit kan nog wat onzekerheid, wat conflict, wat innerlijk conflict voor je meebrengen. Het kan te maken hebben met een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter. Iets waar je aan bent blijven vasthouden en waarvan je nou besluit, het is tijd om een energie terug te trekken. En het kan dus ook te maken hebben met een nieuwe liefde die er op je pad komt voor sommigen van jullie. Want we hebben heel veel koningen, dus er kunnen ook veel personen betrokken zijn. Iemand die een kans biedt, iemand die komt met communicatie. Iets waarop je hebt gewacht. Maar waar er onzekerheid bij is of hele diepe emoties. Ik zie dat er informatie naar je toe komt. En dat je inderdaad besluiten gaat nemen. Om je energie van iets of iemand terug te trekken. Wat teleurstelling ook met zich mee heeft gebracht. Voor sommigen heeft het te maken met een derde partij. Ik zie de zonkaart bovenop de duivel liggen. De zonkaart, de mooiste kaart uit het dek. En dan die duivel. Wat betekent dat er vastgehouden wordt aan bepaalde oude patronen. Terugvallen op bepaalde verleidingen. En dit is waarvan je beseft, ja, dit moet ik achterlaten. Je gaat je intuïtie volgen, je hart volgen en daarin ook praktische keuzes maken. Langzame stappen vooruit zetten. Het kan ook zo zijn dat je te maken hebt in een nieuwe situatie met een hele langzame energie. Terwijl je zelf in die energie zit van, ja, dat temperament, die vurige energie, die tijdens het voorschudden heel sterk naar voren kwam. Dus het kan ook iets zijn wat gestagneerd heeft doordat er iemand in die langzame energie zit. Kijk, de koning van pentakels is ook een hele geaarde, langzame energie. Maar het heeft wel te maken met langzaam maar zeker richting die balans, richting dat succes. Dus iets heeft lang geduurd en dan komt nu plotseling positieve verandering in.
En het heeft te maken met een keuze die er gemaakt wordt. Het kan ook een keuze zijn die er gemaakt wordt door een werkgever, waarover goed nieuws binnenkomt. Het kan dus met het gerecht te maken hebben. Maar ja, dit brengt vreugde. Dit brengt een reden om iets te vieren. De staven 4 is ook inderdaad de volgende stap zetten. En je daarbij bedenken welke situaties laat ik daarbij achter. En, of personen laat ik achter. En het kan akelig zijn om, ja, ik heb het gevoel dat het iets heel anders is als wat je eigenlijk gewend bent. Het is een hele nieuwe situatie waar onzekerheid, waar angst bij komt kijken. Maar je bent sterk genoeg met die krachtkaart. Je staat in je kracht, vertrouw op jezelf en ben lief voor jezelf. Ja, maar hele ja, positieve voortgang, ontwikkelingen, veranderingen. Dus ja, dit is jullie boodschap en ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. En ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot morgen weer. Dag!